Welkom. Mijn naam is Christian Smits. En jullie zijn eigenlijk de friends van Friend. Friend is een jong bedrijf, is een nieuw bedrijf. En Friend gaat vandaag iets laten zien aan het grote publiek. Dat eigenlijk nog niet eerder vertoond is. We noemen het ook Driving Revolution. Wie zijn Friend? Het is eigenlijk een handvol mensen. Hier uit Friesland. Frits van Bremen, daar zit hij. Uitvinder. En straks voor jullie allemaal beschikbaar voor vragen. Frederik Rekker, zit achterin. Mede-eigenaar en initiator. En een team van mensen. De meeste van die mensen zitten hier. Er zijn er nog een paar die konden er helaas niet bij zijn, omdat ze in Amerika zitten of elders. Dus een kleine groep mensen die het afgelopen jaar heel hard gewerkt heeft om dit vandaag te kunnen laten zien. Wat is Friend? Aan de keukentafel, anderhalf jaar geleden, ontstond het idee voor deze naam. Friend, Friesian Environmental Development. Een mooie afkorting. Friend is Fries. Voelt zich betrokken bij de regio. Friend is een bedrijf dat iets wil doen aan milieuproblematiek. Aan klimaatverandering en wellicht ook aan andere problemen. Daar kom ik straks op. En developments. Frits is het afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een technologie die we hier vandaag laten zien. En wij hopen ook dat dit tot nog veel meer ontwikkelingen gaat leiden. Dus ontwikkelen. Friend is een ideologisch bedrijf van oorsprong. Op dit moment zijn wij te afhankelijk van verbrandingsmotoren, fossiele brandstoffen. Wat nodig is een switch naar elektromotoren. En dat is ook wat hier ligt en wat we jullie vandaag gaan laten zien. Een elektromotor, maar dan niet zomaar een elektromotor, een revolutionair betere elektromotor. Dit is hem. Wat hij heeft gedaan is, hij heeft het ontwerp veranderd, het design. Hij is milieuvriendelijk, hij is energie-efficiënt. Uiteraard een elektromotor, geen CO2-uitstoot. En wat misschien ook wel heel belangrijk is, recyclen. De onderdelen zijn herbruikbaar. Daarnaast is hij economisch. Dit is interessant voor mensen die iets willen doen aan het milieu, maar het is ook interessant, en dat is misschien nog wel belangrijker, als je ermee de markt op wilt, voor mensen die economisch zijn, die willen besparen. Hij is licht in gewicht, hij neemt weinig ruimte in, daar kunnen we ook mee spelen. Je kunt kleinere motoren en grotere motoren maken met dit ontwerp, maar hij heeft wel een hoog vermogen, en dat is heel belangrijk. Daarnaast, hij is goedkoop te produceren, hij is makkelijk te installeren. We laten straks zien dat hij gewoon in een conventionele auto zit. Gaan we bij jezelf eens na, waar zitten niet elektromotoren in? Je kunt hem eigenlijk gebruiken in allerlei applicaties. Driving revolution, met andere woorden. Milieuvriendelijk, economisch en efficiënt vinden wij revolutionair. En we hopen dat jullie dat met ons eens gaan zijn. Je hebt niks verteld over accu's. En die zullen ook weer geladen moeten worden. Kost ook energie. Klopt. Maar de accu is milieuvriendelijk. Die is recyclebaar. Dat is hetgene zeg maar, waar de accu dus op rijdt. En het duurt ongeveer deze accu 2,5 tot 3 uur om hem op te laden. De motor is schaalbaar, heeft de hoogste energiedichtheid in de wereld. Gewicht is een belangrijke factor, hè? Hij is heel licht. En zeg maar, in je verbruik is het wel heel belangrijk als jij zeg maar, als je motor erin stopt van 100 kilo of een motor van 15 kilo. Jullie kunnen denk ik wel makkelijk opschalen naar bijvoorbeeld bestelauto's, kleine busjes. Het is heel makkelijk, ja. Opmerkingen die gemaakt zijn door mensen uit de industrie. Gewoon wat wij nu gepresteerd hebben. Hoe zoek je dat? Werd gezegd van, this is the perfect city car. Ja. En dat zijn Fortune 500 bedrijven. Professoren die zeggen van, ja, dit is zo geniaal en zo simpel ontwerp. Heeft niemand daar eerder over nagedaan? Ik voel me zeer vereerd dat ik als wethouder economische zaken hier vandaag aanwezig mag zijn. Om een eerste rit te maken met deze auto met die fantastische motor. Een motor met groene power, met green power. Jullie maken producten en technologieën die beter zijn voor het milieu en voor de portemonnee. Nou, dat is een ideale communicatie. Dus dat ritje met deze Suzuki is wat betreft van grote symbolische waarde. Wat mij betreft de eerste etappe in een gezamenlijke expeditie naar een lange friendship tussen de groene adelaar van Friend en de blauwe leeuw van de gemeente Leeuwarden. Thank you.
toepasbaar is dit? Dit is toepasbaar in alles wat de elektromotor nodig had. Van een gasmijner tot een boord, elektrisch vliegtuig, noem maar op. There you go. Say hi to everybody. Very nice car, hè? Huh? Yeah, this is nice. You can talk in the... Hey, don't kill the cat.